Alsjeblieft, sir. En veel plezier ermee. Een fijne feestdag. Met de jaarwisseling in zicht vinden heel veel mensen de weg naar de vuurwerkwinkel van Bea de Keizer in Boutersum om vuurwerk te kopen. Het is al tamelijk druk geweest. De verkoop is goed gestart voor kerstmis. En we hebben dan toch eigenlijk al een redelijke verkoop gedaan. De mensen komen eigenlijk van overal. Nederlanders, Duitsers, maar ook over heel België eigenlijk. Het assortiment is best groot en ook het geluidsarm vuurwerk is in opmars. Maar toch blijft het gewoon vuurwerk het best verkopen. Dus dit is echt wel eentje wat heel goed verkoopt. Het is eentje wat we ook al jaren in het gamma hebben. En ook deze, de Maximum Potential, dat zijn eigenlijk twee zeer, zeer goede batterijen en wat nog redelijk bij prijs zijn. Een vuurwerkbatterij zoals de Maximum Potential steek je één keer aan, waarna verschillende knallen volgen. In de steden en gemeenten hier in het groen mag je wel vuurwerk afschieten, maar het moet geluidsarm zijn en op sommige plaatsen moet je het ook aanvragen. Op de andere plaatsen zijn alle soorten vuurwerk verboden. Maar vuurwerk kopen en verkopen mag volgens de regels wel. Ik kan het enkel vaststellen, dus vuurwerk verkopen dat mag. Je mag het ook aankopen, alleen je mag er niet afsteken in onze politiezone. En dus zal er gecontroleerd worden? Wij hebben twee patrouilles die nacht die aan het patrouilleren zijn. En wanneer wij mensen opmerken die vuurwerk afsteken, zullen zij geverbaliseerd worden. Daar rest alleen nog de vraag waarom er geen verbod komt op de verkoop. Maar dat heeft volgens Bea geen zin. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Totaal niet. Ik denk dat je dan echt wel naar het illegale milieu gaat gaan. Het is beter dat het gewoon mag verkocht worden met een bepaalde reglementering.